Vandaag gaan we deze testen, deze leuke aap. Dat is weer zo'n masker. En ik heb nog zo heel veel eigenlijk, we zijn een beetje aangetand. En die gaan we nu testen. Doen jullie lekker mee? Zo, hij zit erop toe. Ik ben niet officieel een monkey. Maar ja, ik voel me altijd een aap hoor. Maar ja, we ruiken het helemaal niet zo lekker, maar ja, het is wat het is, hè. Het moet je ruif, hoeveel minuten op? Even kijken. Het moet er 15 minuten op. Dus we zitten bij zien wat het gaat zijn. Dus de monkey. Het ziet er echt uit als je echt een monkey hebt. Gezellig. En geweldig. Dan maak je hem. Dus ja. Maar vandaan komen ze trouwens. Ik kom van de Action. Niet gesponsord trouwens. Dus dat is echt zeer. Dus zo een hap gezicht eigenlijk. Met mijn pad. Ze kosten, je kunt ze ook apart kopen, maar ik heb ze nu in een doos gekocht. Met allemaal diertjes. Dat was volgens mij iets van een 4 euro en zoveel. Dus ben eens benieuwd. Dus wij gaan ze allemaal één voor één testje erin zetten. Ik heb er al twee gehad, de uil en de, wat was dat, woorden, de weet ik niet meer, de tijger. Dus we hebben er nog een aantal te gaan. Dat zal ik even de doos laten zien trouwens. Het is een beetje chill, is normaal. Dus ik ga het in mijn gezicht laten en dan zie ik je straks terug. Zo, het mag er af. Dus dan gaan we dat maar doen gaan. Het is ook weer een beetje zo denk ik altijd. Want mijn hoofd is te klein. Te klein, ja. Dus we gaan het eraf halen en zien wat het gaat geven. ik moet zeggen, het voelt wel goed aan, dat niet. Maar het stinkt verschrikkelijk. Het is niet mijn geur. Welke geur het is, dat weet ik eigenlijk niet. Wacht, hè. Even bijpakken. Het is, ja. Ik weet niet of je het kan lezen welke geur het is. Maar het is deze geur dat het is, dus dat hebben we gedaan. Beetje zuiverder kan dat. Dus ja, we hebben het zuiver doen. Maar ja, het was wel een leuke ervaring. Dus en dan gaan we morgen of over, allez, binnenkort een ander dier pakken. Om te proberen. Dus merci om te kijken en tot morgen.